Het speciaal politieteam ziet hem aan voor een terrorist. Tijdens de aanhouding verzet hij zich niet, maar hij wordt toch neergeschoten. De aanhouding blijkt een opeenstapeling van fouten te zijn bij de politie. En dan moet de nasleep nog komen. Ja, Roemer, goed dat je er bent. Hoe is het met je? Ja, het gaat wel goed. Ik vind het wel een beetje spannend om voor de eerste keer op live televisie te komen. Ja, dat snap ik. Wat zijn jouw klachten na die aanhouding van meer dan een jaar geleden? Vooral dat ik het moeilijk vind om in grotere groepen te komen. En met mensen die ik niet zo goed ken in aanraking te komen. Ik heb moeite om te praten, een gesprek aan te gaan met mensen die ik niet ken. Dan vind ik het helemaal dapper dat je hier zit. Ja. En is er PTSS bij jou geconstateerd? Ja, ja. Zware PTSS. Want jij bent dus iets meer dan een jaar geleden door de politie aangehouden. Ze hadden jou niet moeten hebben, ze zochten iemand anders. Weet je wie ze zochten? Nee, ik weet alleen dat die jongen op mij leek. Krulletjes had en toevallig ook een baardje. En dat is het enige wat ik ervan weet. Ja, want wat gebeurde er? Op het moment zelf? Ja. Het was Koningsnacht en ik reed langs het station met een vriend van mij in de auto. En op een gegeven moment werden we klem gereden door een, als ik het goed heb, een A6 sedan van het arrestatieteam. En eerst dacht ik nog van, wat is dat voor een idioot? Ik dacht, die haalt mij in. En op een gegeven moment zag ik politie achter op de ruit staan. En ik was met een vriend van mij in de auto. En ik zei, blijf maar rustig. Ik zou wel de rood gereden zijn of iets. Of een, het licht niet fatsoenlijk aangegeven hadden. En voordat ik het wist, schreeuwden ze politie. En werd ik door mijn arm geschoten. En op het moment zelf had ik zelf nog niet door dat ik door mijn arm geschoten was. Maar hoe was dat? Want er is iemand naar jouw deur toegekomen. Waarschijnlijk gezegd tegen je hand op het stuur. Of toch, laat je handen zien of iets dergelijks. Wat gebeurde er dat er geschoten is? Dat weet ik zelf niet. Nee. Wist ik het maar. Ja. Mevrouw Eulen, u bent zijn advocaat. Ja. Wat is er in essentie misgegaan? Nou, dat is een aardige opsomming, want er is heel veel misgegaan. Eigenlijk, het begint inderdaad met die aanhouding. Mm-hmm. Het begint met het feit dat ze inderdaad een nummer hebben van een vermeende wapenhandelaar. Want ze denken eigenlijk dat er een terroristische aanslag mogelijk gaat geschieden. Ja, een telefoonnummer voor de gulden. En ze hebben dus een telefoonnummer. En dat telefoonnummer is verder niet, hebben ze geen tenaamstelling. Dus wat doen ze? Een politieagent gaat dat telefoonnummer in zijn contacten zetten en ziet dan een profielfoto. Aan de hand van die profielfoto, ze hebben het nummer, dat kunnen ze lokaliseren met de zendmasten. Dus ze weten, ergens in Sittard beweegt deze meneer zich rond. Ze gaan daar observeren. Dan komt er iemand in een auto voorbij en dat is de niet-biologische broer van Rubens. Zo begint het al. Ja. Die gaan ze volgen omdat hij zou lijken op de vermeende wapenhandelaar. En ik zeg al niet-biologische broer, dat wil ik benadrukken, omdat zij op zich helemaal niet op elkaar lijken. Nee? Behalve dat ze beide getint zijn. Ja. En ook donker haar hebben beide. Nou, dan maar daar houdt de gelijkenis op. Precies. Ja. Okay. Nou, die volgen ze eerst. Dan zeggen ze ook, ze gebruiken dan technische hulpmiddelen en dan gebruiken ze onder meer de stille sms. Dat betekent, we sturen een smsje, maar jij als ontvanger ziet dat niet, dat je hem binnenkrijgt. Maar daarmee kun je ook wel lokaliseren. En dan willen ze testen of diegene die ze nou hebben gezien, waarvan ze denken, hé, dat zou best wel eens hem kunnen zijn. Mm-hmm. Willen ze testen of het dat is. Nou, en dan krijgen ze een negatief resultaat. Dan denk je, houd het op, klaar, hè, actie afgelopen, in ieder geval op deze persoon. Nou, dat lijkt ook zo te zijn. Procesverbaal staat vermeld. We laten hem los. En dan schetst mijn verbazing dat een alinea verder staat. Vervolgens zien wij de auto op de oprit staan van de woning van Rubens. En zijn moeder en broer. En waarom ze dat dan hebben gedaan? Want die plek ligt buiten het centrum. Dus buiten de plek waar ze aan het observeren waren. In een plek, een rustige woonwijk met een doodlopende straat. Daar hoef zeg je eigenlijk, iemand is op eigen houtje, of ze hebben toch een spoor wat eigenlijk al doodgelopen was, dachten ze, we blijven hem toch wel. Hij leek toch wel aardig wat op die foto die wij hebben. Dat vermoed ik. Maar ik kan niet meer zeggen dan wat ik vermoed, want ik kan het niet plaatsen. En ik heb ook geen uitleg gekregen van de officier van justitie. Die heeft mij niet kunnen verklaren. Ja. Nou, vervolgens komt
uiteindelijk roepend naar buiten. Die stapt in. Ze denken dan nog steeds dat ze dezelfde persoon volgen. Ook weer opvallend. Nou, hij gaat naar een vriend toe. Hij gaat in de woning van die vriend. En dan gebruiken ze weer een ander hulpmiddel, de MC Catcher. Dat is een soort nep-sendmast, noem het maar. En daarmee kun je ook weer kijken, oké, als dit het nummer is, dan zou die nu daarop aan moeten slaan. Levert ook niks op. Want dat moet dichtbij zijn. Levert ook niks op. Nee. Tweede contra-indicatie. Nou, helemaal klaar, zou ik denken. Nee. Vervolgens gaan ze toch door. En op het moment dat dan... Ze hebben dan weer een andere MC Catcher bij het stationsplein in Sittard. En dan zeggen ze op het moment dat Rubens voorbij rijdt in zijn auto, krijgen we een nulmeting. Zeg ik ook meteen dat ik me nu afvraag wat de waarde is van een nulmeting. Mm-hmm. Want achteraf kunnen we vaststellen dat blijkt dat de gebruiker, de daadwerkelijke gebruiker van het nummer, wat overigens zoveel niet lijkt op Rubens, vind ik. Hij is ook donker, maar hij is nou meer dan 10 jaar ouder. En ook een stuk steviger, netjes gezegd. Die dat was blijkt daar dus dat in die de buurt. 50 tot 100 meter verderop heeft verbleven. Maar het resultaat was toch dat op een gegeven moment ze rijden jouw klem. En een agent opent jouw deur of jouw raam. Maar er wordt geschoten. Wat ik niet begrijp. Ja. Waarom wordt er op je geschoten? Want je was zelf niet gewapend. Nee. Hooguit met een jointje, maar... Nee, dat zelfs niet. Dat zelfs niet. Daar was je nou weg, toch? Maar daar was ik nog op weg, inderdaad. Maar die had je nog niet eens. Waarom werd er geschoten? Ze hadden nog niet eens de deur opengemaakt. Is door het glas geschoten? Ja, door de ruit hadden ze geschoten. Maar eerst dacht ik dat ze de ruit in hadden getikt om zo mij onder schot te houden. En met dat ze de ruit intikte, voelde ik al gelijk dat het bloed begon te spuiten. En mijn arm hing er eigenlijk al een beetje losjes bij. En toen zei ik nog, volgens mij hebben jullie me geraakt. En toen begon de schutter die op mij toen heeft neergeschoten, begon al te schreeuwen. Ik weet niet of ik het woord op televisie mag zeggen, maar ik doe het gewoon. Kanker, kanker. Hou je kankerhanden op het stuur. En toen dacht ik al bij mezelf van, wat is er aan de hand? Het kwam heel onprofessioneel over voor mij. Ja. Omdat ze al 10 keer tegen mij zeiden dat ik mijn handen op het stuur kon doen. Nou ja, 1 hand had ik al netjes op het stuur, maar de andere kon ik gewoon niet bewegen. Jij bent met die arm naar het ziekenhuis afgevoerd. Hè? Daar heb je 3 dagen, je bent geopereerd, in een gewoon ziekenhuis gelegen. En toen ben jij naar het penitentiaire ziekenhuis gebracht. Omdat je nog verdachte was. Mm. Het zal toch niet waar zijn dat zij tegen die tijd niet wisten dat jij niet degene was die ze zochten? Dachten ze echt nog dat jij degene was die ze zochten? Toen ik in het ziekenhuis lag, ik heb toen twee dagen in de intensive care gelegen. En toen ben ik overgeplaatst naar een gewone ziekenhuiskamer. Mm. En daar kwamen 2 politieagenten de kamer op. En die vroegen gelijk naar mijn nummer. En toevallig op dat moment een advocaat of een collega van mijn advocaat, Phil Bonen, die stond mij toen bij het verhoor. En bij het verhoor bleek al, tot ze mijn nummer vroegen. En het nummer kwam niet overeen met het nummer die ze zochten. En dat, in eerste instantie schreven ze dat niet op. En mijn advocaat had dat wel meegekregen. En die zei, dat wil ik wel dat jullie dat opschrijven. Ja. Maar klopt het dat je daarna nog naar een penitentiaire instrument gaan? Ja. Terwijl op dat moment hadden ze kunnen weten, jij hoort er niet thuis. Dus jij bent een jongen die gewoon op Koningsnacht door de stad rijdt met een vriend. Je wordt uit het niets neergeschoten. Je wordt naar het ziekenhuis gebracht. En je komt ook nog op een afdeling terecht waar je ligt als je verdacht bent. En nergens in dit hele verhaal komt er iemand naar jou toe om te zeggen, Jezus gast, we hebben zo'n grote fout gemaakt. Jij ligt hier nu. Het is helemaal misgegaan. Hoe is het met je? Nee. Is dat inmiddels gebeurd? Ik heb alleen van de officier van justitie excuses gekregen. Maar van de schutter zelf en het... Er heeft toch niemand van de politie met zo'n bos bloemen bij je voor de deur gestaan? Nee, helemaal niks. Tot op de dag van vandaag niet? Tot op de dag van vandaag. We hebben inderdaad een gesprek gehad met de landelijke officier. Die heeft het voorstukje over de aanhouding. Daarvan heeft hij gezegd dat dat niet gemogen is. Mm-hmm. Onterecht als verdachte aangemerkt. En we hebben dus onterecht aangehouden. Daar heeft hij excuus voor aangeboden. Maar dat stukje van het schietincident, dus alles wat daarna is gebeurd, zei hij ook, daar kan ik niks en daar mag ik niks over zeggen. Dat is nu onderwerp van onderzoek van de Rijksrecherche. En van politie hebben we inderdaad niks gehoord tot
het verschijnen van het artikel. Daags na het verschijnen van het artikel... Jij voor de goede orde, je hebt een werkelijk prachtig interview gegeven aan de Volkskrant. Ja, klopt. En nadat dat afgelopen zaterdag is verschenen... is er wel contact gelegd door teamchef van de Landelijke Eenheid. En zij heeft ook aangegeven, ja, dit is heel erg. Wij zijn echt tekortgeschoten in het bieden van nazorg. Mm-hmm. En heeft ook aangegeven, ik heb ook opgemerkt... ja, het moet me echt van het hart dat ik het heel triest vind... dat u nu contact opneemt, ja. Dat we al die tijd niks hebben gehoord... en dat ik daarvoor, dat het dus nodig is dat er media wordt gezocht. Ik zeg, dat zou zo toch niet zo moeten zijn... En we hebben ook contact gezocht met de landelijke politie. En ze zeiden inderdaad, het heeft onze ogen geopend. We onderzoeken intern hoe we dit in de toekomst beter op een verkeerde aanhouding kunnen reageren. Maar dat... Echt, ja. Nou ja. Ja, nogmaals jammer dat het zo lang... Ja, maar ik moet heel even terug naar jou, hoor. Want jij hebt in dat ziekenhuis gelegen. En op een gegeven moment, je hoeft daar niet meer te zijn. Want je bent niet langer verdachte. Dus je wil daar eigenlijk weg. En dan word je in dat... ziekenhuis schortje. Waar ik mee nog geopereerd was, terug achter in een taxi naar Sittard gebracht. Omdat ik op dat moment geen verdachte meer was. En ze waarschijnlijk niet het budget of zo hadden om mij in een gewone ambulance weer terug naar Sittard te brengen. Terwijl ik wel, toen ik verdachte was, met politie nog achter en voor mij reed in de ambulance naar Scheveningen gebracht kon worden. Maar toen de stempel verdachte eraf ging uiteindelijk... Ja. Wouden ze eigenlijk niet meer hun handen vuil maken, zeg maar... om mij weer terug naar Sittard te brengen. Ja, ze zeggen zelf in een brief, hè, zeggen ze van... volgens ons is het zo niet gegaan, maar er zijn 4 getuigen geweest... dat jij aankwam en uit die auto strompelde. Ja, ze zeggen in ieder geval, zo lang na dato kunnen we dat niet meer controleren. Ja. En ze vinden het niet aannemelijk dat dat zo is gegaan. Maar inderdaad, ja, moeder, de poetshulp thuis, et cetera... ze hebben allemaal dit geconstateerd. Ja. Mevrouw Eulen, de agent wordt overigens vervolgd voor de goede orde. Ja. Er is toch één vraag, en zeker in deze tijd die belangrijk is... Zou het hem ook gebeurd zijn als hij mijn uitslag had gehad? Nou ja, dat is een vraag die ik ook heb. En ik kan de vraag stellen, ik kan hem uiteraard niet beantwoorden. Heeft een van de betrokkenen van justitie, van de politie, daar iets over gezegd? Nee, nu wel. De teamchef zegt, nou ja, daar is geen sprake van. Maar waar ze dat dan op baseert, dat is voor mij gissen. Ik vind het heel opmerkelijk dat als er tot 2 maal toe contra-indicatie is... dat er dan toch... over wordt gegaan tot een aanhouding. En ik vraag me dan inderdaad af... hoe zou dat zijn geweest als iemand met een uiterlijk van u... Als die daar had gezeten. Ja. Dank dat jullie waren. Ontzettend goed en moedig dat u je verhaal hebt gedaan. Hou je sterk. Dank je wel. Naast grote internationale sterren als Amanda Seyfried...